vooroordelen zijn dat? Het is het soort van het beeld wat je van iemand hebt voordat je diegene echt kent. Eigenlijk iedereen heeft wel vooroordelen, maar vaak willen mensen dat niet toegeven. Ja, dat de vooroordelen er echt wel heel jong zijn. Maar dat ze naarmate je ouder wordt wel telkens meer worden. Ik word eigenlijk de hele tijd hoger ingeschat dan ik ben. Maar als ik met mijn vriend dan eigenlijk kattenkwaad uithaal, dan word ik gelijk weer lager ingeschat. Bij mij op school, dan is er zo'n lerares en die zegt dan, ik zit zelf op het VWO. En dan zegt ze, nou, ik had net een MAVO-klas en zelfs die waren stiller. We hadden een vraag, wie is het slimst? 1 iemand heeft gekozen voor de jongen, de rest heeft allemaal aangekruist dat het meisje het slimst was. Nou, daar heb je wel vooroordelen hoor, als dat allemaal... Dat in zo'n Bart Smit folder, en dan stonden allemaal van die meisjes met huidhoudspulletjes voor speelgoed. En dan stonden ze bij, wil je later net zoals mama worden, zeg maar. En dat is ook super seksistisch. Mensen die vinden een bepaalde groep fout, en dat mag ook, maar je moet niet alle mensen van die groep gelijk beoordelen, zodat ze weten dat je... Ja, dat je ze kent. Dat is hetzelfde als ik mensen vertel dat ik in 4 VWO zit. Oh, maar je bent Marokkaans. Ja, ik ben Marokkaans en ja, ik zit in 4 VWO. Het gaat hartstikke goed op school. Ik hou goede cijfers. What's the matter? Wat is al deze onderzoeken bij elkaar tellende jullie boodschap? Vooroordelen hebben we allemaal en dat begint allemaal bij jezelf. Want ja, iedereen heeft het. En het eerste wat je daar zeg maar aan kan doen is je bewust worden dat je die hebt. Alle vooroordelen zijn ongeveer gebaseerd op een klein beetje waarheid. Maar dan moet je niet denken dat het altijd zo is. Ik wil zeg maar een advies meegeven dat je niet naar iemands uiterlijk of afkomst moet kijken. Maar kijk naar wat zit er achter die persoon. Ja. En zo kan je ook vooroordelen voorkomen. Zullen we nog even een officieel momentje doen? Jullie wilden geen officieel rapport maken, toch? Nee, dat is te saai. Nee, we dachten het is leuk om het aan het ballon te doen. USB-stick aan een ballon, jongens, het is 2017. Hopsakee. Wil je er nog iets bij zeggen? Mag ik het zeggen? Alsjeblieft. Heel erg dank dat jullie hier waren voor deze officiële uitreiking. En het allergrootste applaus voor de jongerenonderzoeksgroep. Ja.